I'm a sir. Sir? Yep. Are you a sir? Yep. From the... The Queen of Holland gave me a... The Queen Beatrix. Beatrice. No, are we going to do... My daughter is called Bernice, but she was Beatrix. Okay. So for the Queen of Holland, Queen Beatrix, she Beatrix. Beatrix. Yeah. You're a sir. Yep. When did that happen? Please tell that story. Yeah, it happened like 4 years ago. Oh, wow. Yeah. And there was a surprise party, and my wife said, you have to take your flute with you, and there was a few musicians, and then they open the door and you have to start playing. I say, what? Oh, you know the song, she said. So I came in a very little church in my village where I live, and I heard a beautiful playing on the organ, on a very old organ. And I think, wow, that's Bert van der Brink, my great friend, who is a brilliant pianist. I think the best we have in Holland. And he played a song of mine. Oh, he nice. Said, it's impossible. It must be Bert. And then they opened the door and all my family was there sitting, radiating, flown in from very far. Was this a surprise? You didn't know? No, I didn't know anything. Wow. Oh, and then I tried to play along with that song, but yeah. I couldn't because I was crying. Oh. And I sat down, first row, and then the mayor of our village started to talk about icons. Oh. I thought, okay, this is probably the opening of a cultural season or something. And then he said suddenly, also you, Mr. Van Leer, you are an icon. Huh? Please come here. And then he gave me the ornaments. Congratulations. Thank you. De huldiging vond plaats in het dorpje Lattem, in het oosten van ons land, waar een heel mooi kerkje werd aangewezen om deze officiële plechtigheid te houden. Om 5:00 zou burgemeester De Ruiter Thijs officieel als Oranje Ridder huldigen. Maar dat moest gebeuren zonder dat Thijs het wist. Dus in het geheim werden alle muziekinstrumenten 's middags al naar binnen gebracht. Ja, en feliciteren alvast. Ik Thijs was wijsgemaakt dat hij als mystery guest in dit kerkje moest spelen. De juiste datum was al op het gezangenbord aangebracht. Ook werd er door zijn kinderen, vrienden en leerlingen snel nog even een soundcheck gedaan. Jazzpianist en organist Bert van der Brink zat ook in het complot. Je ziet de Springsteen met die gedachte Thijs van Leer zometeen zo meteen zo binnenschuiven. Je klinkt heel zenuwachtig, klopt dat? Nou, hè? Het is een belangrijk moment ook. Goed of wij, dat zal zo komen. Het is maak er wat moois van. Weet op dit moment nog van niks en gaat onvoorbereid, maar zeer professioneel met Bert het prachtige nummer Renaissance spelen. Thank you.
steeds bij Thijs van Het. Maar dan? Maar ik heb mijn ambtsketen om. Want op grond van bovengenoemde kwaliteiten en activiteiten, maar ook meer ook op wat ik niet heb genoemd, heeft het haar majesteit behaagd de heer Thijs van Leer te benoemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau op grond van de volgende overweging. Uit het voorstel blijkt dat Decorandus als zodanig een succesvolle carrière heeft opgebouwd en dat hij zich tot op heden inzet, onder andere als componist en uitvoerend muzikus, die bruggen weet te slaan tussen diverse muziekstijlen, die vaak zijn medewerking verleent aan benefietconcerten, als ook fungeert als leraar en inspirator van een jonge generatie muzici die hij onbaatzuchtig begeleidt. Er is sprake van persoonlijke, bijzondere verdiensten in en gerelateerd aan de hoofdfunctie. De betrokkene kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en iemand die werkzaamheden heeft gericht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Meneer Van Leer, het is mijn buitengewoon genoegen en een grote eer in de naam van Hare Majesteit
Geweldig gevierd. Als mijn moeder erbij had gezeten, dan zou ze het al niet opzetten. Hoor, geniet u een beetje. Geniet u een beetje. Ik heb het niet verstaan. Ah, kom maar op. Ja, geweldig mooi. En Jean-Pierre van der Linde dan weer op die drumsmeder is. Maar ik vind die jonge gitarist zo mooi. Oh. Nou, viel me net af weer op het stuk van Focus, net als de stukken van de Miss Elvis, dat het eigenlijk als een glooiend landschap waar je naar kijkt en je voorbij trekt bij spreken van, ja, voor mij is het toch al jouw composities muziek waarin 1 plus 1 plus 1 plotseling 10 is, weet je wel. Ja, door de fantastische mix, de combi van stijlen, waardoor het samen meer wordt. De ongelooflijk rijke harmoniek eigenlijk, dat je... voor mij ben je ook volgens mij in de stukken echt op zoek naar het wonder. Misschien binnen 1 akkoord om daarin het wonder te doen klinken. Of juist in de opvolging van het 1 akkoord, juist ineens net nog in die stukken. Totaal ander akkoord, of juist in de grote lijn van een stuk. Dat vind ik wel geweldig. Je hebt ooit tegen mij gezegd, muziek moet verbazen. Mensen moeten denken, huh? Weet je wel? En dat vind ik een van de grootste lessen die ik altijd onthouden heb. Als muziek zo prachtig kan verbazen en verwonderen als jouw muziek. Dat vind ik ongekend. En ik hoop dat je nog lang door kan gaan met componeren en performen. En alle facetten van muziek maken waarmee je zoveel mensen over de hele wereld hebt geïnspireerd en nog steeds doet. Van harte gefeliciteerd. Ja.
Wat leuk om hier ook een liedje te mogen zingen. Een paar zo. Dit is, volgende stuk is een jazzstuk, maar een van de niet zo saai, vind ik zelf. Dream. Wat zeg je? Nou is Het is van Henry Mancini en je waant je waarschijnlijk nu in de wolken en in de zevende hemel en daar gaat het ook over, Dreamsville.
Middel. En ik kan met mijn vader heel goed communiceren op het podium. En muziek is, ja, dat brengt gewoon dichterbij en zo. En ik ben zo blij dat ik gewoon zo lekker vrij ben opgegroeid met altijd mijn muziek om me heen. En ja, daar gaat dit nummer over. Dat het leven, iedereen, elke dag is er wel ellende, je zit ergens mee. Dan is er muziek in jezelf of je zet het op. Of je eigen ritme in het leven. En laat de muziek je leiden. Dat is een beetje de boodschap van het nummer. En we gaan vandaag het eerst doen met mijn broers. Thank you.
Dankjewel. U bent de moeder van Thijs van Leer. Ja. En u heeft Thijs eigenlijk op zijn derde jaar muziek bijgebracht. Hoe heeft ze dat gedaan? Ja, het was een boekje waarin de noten als personen werden voorgesteld. Je had een Daantje, dat was een kaboutertje, en die woonde in een huisje met twee bomen. D, tussen twee zwarte tonen was de piano. Hè? En dan had je ook een paleis, daar stonden drie bomen voor. En dan had je koning Gijs weggegeven en prinses Anneloetje, dat was de A. En dan had je juffrouw Seijtertje, die had een hoedje op, dat was de C en die had een hoedje op. Je weet het nog allemaal, en die had he? Een paard en ik weet niet alle kleuren meer goed. En dan had je een boer, Evert, en die had een hondje. En dat was papier of zoiets. En ja, zo ging dat door. Hè? De B weet ik niet meer. Misschien weet hij dat nog. Maar nu hoort u uw zoon zoveel jaren later nog steeds muziek maken. Wat ziet u dan? Nog steeds de kleine Thijs spelen? Nee, hij heeft onze wens is in vervulling gegaan toen we hem... in het heilige uur conserveren. En toen zei mijn man, ik hoop dat hij muzikaal wordt. En ik zei, ik hoop dat hij mensen gelukkig maakt. Nou, ze zijn beide uitgekomen. Op tijd heeft allemaal veel van die gouden platen vroeger gekregen. Ook met die licht klassieke muziek, weet je wel. Maar hij hangen ze in de gang, niet in zijn kamer. Want als hij componeert, zei hij, moet je weer helemaal nederig zijn. Aan het komt er niet. Hij is zich bewust van dat de inspiratie ook gegeven wordt van boven. Dit is een klein dokter, dit is lang. Oh, geweldig. Wat is dit voor mooi. Oh, wat leuk. Voor jou. Oh, wat fijn, schat. Kijk. Er is een telefoon voor Mr. Kaap. Dankjewel, Pim. Kusje. Een heel fijn cadeau. Mag ik het in ons kantje stellen? Oh, wat lief. We kunnen als een keer rustig moment. Ja. Ja, Pistora, ik heb hem gezien. Het is een zeer schone jonge dame. Het schenkt mij een grote vreugde uw onderscheiding te mogen overhandigen. Maar eerst zal ik u zeggen dat de reden is van mijn muziek. In de meeste gevallen krijgen de mensen een lintje vlak voor de geboortedatum van Wijlen, mijn moeder. God hebben haar ziel. Op 30 april. Maar op die dag krijgen honderden mensen lintjes. Dan dwarrelt er een lintje regen over het ganse land. En kunnen wij door de bomen de lintjes niet meer zien. Ik wil hier persoonlijk toespreken, niet tussen alle anderen. En ik heb er dan ook persoonlijk voor toegezorgd dat u deze eer vandaag de beurt was. Het mogen duidelijk zijn dat de voornaamste reden van deze onderscheiding uw fluit betreft, hè? Ja, Timmy. En nu ben je ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja. Maakt dat verschil voor je? Nou,
Ik vind het wel enig dat ik daar opeens bij hoor. Want er zijn heel veel vriendjes van mij die al zo'n ding of al lang zo'n ding hebben. En ik dacht altijd, nou, er moet een reden zijn dat het de koningin niet heeft behaagd om dat aan mij te doen. Hoewel ik toch wel voor de Nederlandse samenleving wel wat heb gedaan zo nu en dan. Dus ik had daar nou niet verdriet van, maar ik denk, ja, nou god, het zal wel een reden hebben. Het zal wel goed zijn zo. Nee, ik had er dan, was daar niet mismoedig over of zo. En nou, nu dat ik het heb gekregen, is iets ongelofelijks. En ik wil ook natuurlijk de koningin via dit medium hartelijk bedanken. Majesteit, van harte bedankt. Ik ben helemaal stil. En ik ben eigenlijk ook van plan om misschien, kleine theaters weet ik nog niet, maar een soort theatertournee te gaan doen met mij aan de piano een beetje het levensverhaal vertellend. En ja, dat is best spannend wat ik zo allemaal heb meegemaakt. En dat lardeer ik dan met voorbeelden, muzikaal, zing ik bij, speel ik fluit. Een soort kleine one-man show, dat is wel de bedoeling. Om dat eens aan te koppelen aan deze cd. En misschien gaat het ook wel I Did It Steinway. Ik moet nog even met meneer Zaatmoor naar je over gesproken strijden. Nou, strijd zal het wel niet worden. Wat wel duidelijk is, is dat bijna alle composities van Thijs van Leer op cd en dvd zullen verschijnen. En als Thijs aan een theatertour gaat beginnen, dan zullen deze worden uitgebracht. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze toch wel lange uitzending. En ik zou zeggen, wellicht tot heel gauw tijd. Oké, dag!